Ja, Harry is vandaag gewonnen van TVC met 5-2. Een goede overwinning, ook verdiend. Ja, dankjewel. Ik denk dat het verdiend is. Dat we heel veel kansen hebben gehad vandaag. Dat we ons nog meer hadden kunnen belonen. Ja, en zij, die eerste goal schiet ze fantastisch binnen, moet je ook zeggen. En die tweede, ja, gaat allemaal maar net. En gaat erin. Gelukkig hebben wij nog een speler als Simon op de bank die er even drie in legt. Ja, mooi was dat. De eerste twee doelpen van Excelsior, assist door jou zelf. Ja, klopt. Ja, die eerste komen we goed door via links. Ik denk dat we daar mooi doorheen spelen. Vervolgens geef ik hem voor, staat Rick gewoon op de goede plek, knikt hij hem binnen. En de tweede was een kopbal van mij, rebound. Tik Tim binnen ook. Maar even bij de eerste, ik wist niet dat je zo snel was. Ja, dat zeggen er wel meer. Maar is wel zo. Blijkbaar. Maar je hebt daarvoor heb ik je ook voor de camera gehaald, mede daarom. Je was voor ons wel de uitblinker vandaag, want geen fouten betrapt. Nou, dank u wel. Ik voelde me goed vandaag. Ik denk dat we allemaal goed speelden. En dat ook, als je als team er lekker in zit, dan kun je als individu ook een beetje nog weer een stapje omhoog met je spel. En ik denk dat we allemaal echt goed hebben gedaan. Dat is ook te zien aan de kansen die we hebben gecreëerd. Acties die zijn gemaakt voorin. Dus het is mede te danken aan het team. Ja, en wat ik elke week ook met de trainer over heb, is de veerkracht. Jullie laten je niet gek maken als je achter staat. Nee. Dat is goed te zien. Vorige week ook al. Maar dat was het seizoen eerder was dat denk ik andersom. En ik denk dat er nu gewoon heel veel vertrouwen is bij de spelers. Dat we eigenlijk wel weten van, ook al staan we voor of achter, dat we wel weten dat ons voetbal goed genoeg is om kansen te blijven creëren en daarmee door te gaan. Dus ik denk dat het daardoor ook wel komt. Ja, je had het over Simon. Simon komt erin, 64e minuut. 67e minuut maakte hij gelijk de 3-1. Zij maken nog wel de 3-2, maar daarna maakte hij de 4 en 5-2. Dus een goede invalbeurt. Ja, zeker een goede invalbeurt. En ik ben blij dat we speler als Simon in het team hebben op zo'n manier. En dat de concurrentie gewoon opschroeft en dat iedereen gewoon scherp blijft. En dat is wel belangrijk in het team, vooral als het goed draait. Dat we gewoon allemaal, want iedereen wil voetballen en iedereen wil zich laten zien vanaf zijn beste kant. En dan ben ik wel blij dat je ook voorin zulke jongens hebben rondlopen en niet alleen op het middenveld of achterin. Ja, periode kampioenschap gehaald vandaag. Dus dat is ook een mooie bijkomstigheid. Het is niet het belangrijkste. Jullie willen zo lang mogelijk met de bovenste meedoen, maar het is toch wel iets. Klopt. Periode kampioenschap geeft een soort kleine opluchting. Dat je weet dat je sowieso na competitie hebt. Kijk, natuurlijk ga je gewoon voor het hoogst haalbare. En dat is denk ik ook te zien in deze eerste periode. We hebben er geen één verloren. Dus en ik denk dat we gewoon zo willen door blijven gaan. Niet eens denken, daar ben ik wel zeker van. Maar je moet het nog altijd maar laten zien. En daarom is zo'n periode wel fijn om te hebben. Ja, nogmaals bedankt dat je voor de camera wilde verschijnen. 5-2 overwinning, geniet er lekker van. Dank u wel.